weer vechten vanuit de rode hoek tegen een openbare waarschuwing mee, maar voor mij trapt het niet naar het hoofd. Einde van deze partij. En dan weer graag aan de sportieve coach voor de buitenvechters. De voortdurend bij deze uitslag. De vechter vanuit de Reurhoek gaf niet met opzet de trap naar de hoofd. Dat is niet toegestaan. De vechter in de Blauwhoek kon de partij niet doorzetten. En dan is automatisch dat hij wordt gedisqualificeerd. Winnaar dus in deze partij door disqualificatie in de Blauwhoek. En dames en heren, geef u daar nog wat bij de vechters voor nog een dagelijks applaus. We zijn de afgelopen maanden er hard voor gekregen.